De regering erkent volgens minister Albert Ramdin de rechten van vakbonden om acties te voeren. Echter worden zeker politieambtenaren en militairen herinnerd aan het toezien op de veiligheid van de samenleving. Minister Ramdin zegt dat de regering niet zal schromen om acties te ondernemen die deze veiligheid moeten garanderen. De bewindsman sprak tijdens een persconferentie op vrijdag 11 november 2022, waarbij hij inging op de actuele situatie. Bij wijze van inleiding, we leven in een rechtsstaat, waar recht en wet onze leidende beginselen zijn. En dat is heel normaal in een democratie en in een land waar goed bestuur heerst. Dus dat is het uitgangspunt van de regering. De rechten van bonden om acties te voeren worden erkend. Dat staat in onze grondwet. Maar de grondwet schrijft ook voor hoe bepaalde diensten verzekerd moeten blijven. En dat in dit geval zeker gaat om politie en militairen. Dus vanuit dat optiek is dit een belangrijke aangelegenheid. Want de staat, de regering van Suriname, is verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Voor het veiligheidsgevoel in de samenleving, naar de gemeenschap toe. Dat is de eerste en meest belangrijke verantwoordelijkheid. Niet het belang van een individu of een vakbond als zodanig. Nogmaals, we erkennen de rechten. Of de vakbonden op de juiste manier opereren, dat zal zo meteen besproken worden wat hun status is. Maar in ieder geval moeten we duidelijk zijn naar de gemeenschap toe dat de regering erop zal toezien dat de veiligheid, dat de burgerveiligheid zeker gegarandeerd blijft. En dat als er acties ondernomen moeten worden om die garantie te bieden, dat de regering niet zal schromen dat wel te doen. We leven in een andere tijd. We weten welke consequenties er zijn geweest in het verleden wanneer recht en wet worden genegeerd. Dat zal niet toegestaan worden. Iedereen heeft het recht om zijn of haar recht te zoeken bij de rechterlijke macht. Als er besluiten zijn genomen door de regering, in dit geval is dat ook het geval. Als de politiebond vindt dat de overwegingen die ertoe hebben geleid dat personen zijn ontslagen, dan hebben zij een structuur, een mechanisme in de democratie om dat aan de orde te stellen. Maar het kan nooit zo zijn dat een actie wordt ondernomen en dan het algemeen belang beschadigd of beperkt wordt. Het algemeen belang is hier dat de politie de veiligheid van de samenleving, de orde en veiligheid moet garanderen. En daar rekenen we op. Dat is ook het uitgangspunt van de regering. Uit hoofde van goed bestuur. Maar de regering had natuurlijk een hard standpunt kunnen innemen. Door te zeggen van nee, u kan niet. Want er zijn verantwoordelijkheden ver buiten individuele belangen. Maar dat heeft de regering niet gedaan. De president heeft het gesprek aangegaan, niet om te onderhandelen, niet om resoluties in te trekken. Dat is geen zins de bedoeling. Het is om te luisteren naar de argumenten en dat is goed bestuur. Maar het betekent nog niet dat de verantwoordelijkheid die politiekorps heeft en haar manschappen, al dan niet verenigd in een bond, die de verantwoordelijkheid heeft of geen verantwoordelijkheid heeft om voor die algemene veiligheid zorg te dragen en de ordehandhaving. En daar zal dus verder naar gekeken worden. Er is een duidelijke afspraak aangegeven dat de acties zijn opgeschort of zijn gestopt. Wij hopen dat het ook zo het geval zal zijn en dat de zorg die zij hebben, de plicht die ze hebben, nagekomen wordt.